tegenwoordig zie je vooral dat iedereen heel erg op zoek is naar zijn eigen plek in de samenleving. Voor mij betekent het opvoeden voor de toekomst, nadenken hoe we jongeren kunnen ondersteunen. En hoe we antwoorden kunnen vinden op hedendaagse vraagstukken die spelen als het gaat over opvoeden en opgroeien. De taak voor opvoeders, zowel ouders als professionals, is natuurlijk om die kinderen juist op een goede plek in de samenleving te zien te krijgen. Waar je mee te maken krijgt. Ik vind het zelf best wel pittig om in deze tijd ook opvoeder te zijn. Maar naast opvoeder ook een succesvolle carrièrevrouw, een lieve, fijne partner, een goede vriendin. Komt veel op je af. Dat zijn zeker wel thema's waar ik ook mee worstel af en toe. Ja. Nou ja, hoe gaan we in deze tijd om met de digitalisering, maar ook de globalisering, de grotere thema's? Dus een kind dat chat met andere kinderen aan de andere kant van de wereld, dat brengt hele andere kwesties en kansen, maar ook risico's met zich mee. En dat los je niet op in een jaar. Nou, het lectoraat is heel vanuit praktijkgericht onderzoek heel erg bezig met een aantal specifieke vraagstukken. En ik denk dat het lectoraat ook niet alleen bezig is met het onderzoek doen, maar ook echt met concrete antwoorden gaat komen waar niet alleen de mensen in het lectoraat, maar waar de samenleving echt profijt van gaat hebben. Daar waar kinderen en jongeren zijn, daar wordt opgevoed en daar ligt de basis voor het opvoeden voor de toekomst. Maar het vraagt van ons wel een ander kijken en een ander denken. Veel meer vanuit kansen en vanuit mogelijkheden. Capabilities, daar sta ik voor.